Goedemiddag. De ontvoerders van Gerrit-Jan Heijn hebben veel vaker contact gehad met de familie dan werd aangenomen. 13 brieven hebben ze in totaal geschreven waarop de familie reageerde in tal van advertenties. Dat werd vanmiddag bekend op een persconferentie in Bloemendaal, waar de politie opening gaf van de feiten over de ontvoering van Gerrit-Jan Heijn. Daarvoor zijn 1800 tips binnengekomen en 600 aanwijzingen van helderzienden. Aan de ontvoering hebben 60 man recherche dag en nacht gewerkt. Maar desondanks weet de politie na 111 dagen ontvoering nog maar bitter weinig. Minister Korthals-Altes van Justitie gaat ervan uit dat Gerrit-Jan Heijn niet meer in leven is. Dat blijkt uit de brief over de ontvoeringszaak die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Minister Korthals-Altes spreekt in de brief zijn medeleven uit met het verlies dat de echtgenoten en de kinderen van het slachtoffer hebben geleden. En hij gaat ervan uit dat de heer Heijn zijn plaats in de raad van bestuur van Ahold niet meer zal innemen. Het Ahold Concern looft nu een forse beloning uit. 1 miljoen gulden voor de tip die de heer Heijn weer thuis of de daders achter de tralies brengt. Op het gemeentehuis in Bloemendaal gaf de politie in de afgelopen 1,5 uur de feiten van de ontvoering. Na ruim 100 dagen informatiestop, nu een informatievloed. De familie Heijn heeft hierom gevraagd, omdat ze al weken niets van de ontvoerders heeft gehoord. En al maandenlang is er geen levensteken ontvangen van Gerrit-Jan Heijn. Dat gebeurde wel in het begin, ruim een week na de ontvoering. Als bewijs dat de heer Heijn is ontvoerd, sturen de ontvoerders een cassettebandje met de stem van de heer Heijn en diens autosleutel van de Audi 200. Op het bandje zegt de heer Heijn dat hij op woensdagmorgen 9 september is ontvoerd en dat hij zich tot dat moment goed voelt. Nu blijkt dat er druk is gecorrespondeerd. De ontvoerder stuurde brieven, de familie plaatste advertenties. Na 3 weken de 4e brief met de losgeldeis. Een losgeld van ongeveer 8,4 miljoen gulden in verschillende binnen- en buitenlandse valuta en in diverse coupures. Bovendien eisen de ontvoerders 1000 eerste klas geslepen diamanten, elk ter grootte van een bepaald karaatgehalte. Het gaat om in totaal 700 karaat van excellente kwaliteit, de zogenaamde D-zuiveren. Maar daar is de eerste maanden niet aan te komen. De familie stelt voor alleen geld te betalen. De ontvoerders reageren furieus. De heer Heijn wordt gestraft en mag niet meer lezen. Zijn bril wordt meegestuurd. De straf voor de familie is een verhoging van het losgeld met duizenden biljetten van 100 gulden. Later sturen de ontvoerders in een filmkokertje een deel van de linkerpink van de heer Heijn. De partijen worden het eens over een ander soort diamanten. De familie vraagt om een levensteken, maar de ontvoerders sturen alleen een mededeling. Hij maakt het lichamelijk redelijk, ondanks het feit dat hij wat is afgevallen. Geestelijk gaat het hem echter niet zo goed. Er worden ook cassettebandjes met de stem van Heijn ontvangen, maar die bewijzen niet dat hij nog leeft. Toch besluit de familie te betalen. 1 keer gaat het mis vanuit het Okura Hotel in Amsterdam. Op 27 november lukt het deels. Langs de snelweg bij Arnhem worden alle diamanten en 450.000 gulden afgeleverd. De overdracht van het tweede deel van het losgeld mislukt. Er volgt nog een brief, de 13e en laatste, maar tot een overdracht van losgeld komt het niet meer. Nu is de familie het wachten moe en wordt het publiek ingeschakeld. De politie heeft zich een beeld gevormd van de ontvoerders. Men denkt dat er niet meer dan 5 zijn, Nederlanders, en dat er een vrouw bij is. De politie hoopt dat mensen de stem herkennen van een van de kidnappers die bij de receptie van het Okura Hotel in Amsterdam naar de heer Rosa vraagt. Ja, hij moet bij u op de receptie zitten. Hij moet bij ons aan de receptie zitten? Ja. Pardon, dat begrijp ik niet helemaal. Hij is bij de receptie bij u. Nou, ik zie hem niet, meneer. Waar zou hij moeten zijn? Bij de receptie. Bij de receptie. Ja, ik zie hem niet. Ik weet niet over wie het gaat. Wat is het voor iemand? Een gast? Nee. Wat is het voor persoon? Een man. De verklaringen van de politie zijn achter de rug. Nu komen de vragen van journalisten. Immers, er zijn nog veel zaken onduidelijk. Voor ons is verslaggever Hugo van Rijn in Bloemendaal. Hij spreekt met commissaris Sietsma, adviseur van het rechercheteam. Ja, dat ga ik zo direct hier even proberen in de persconferentie. Ik ga even opstaan zo direct, maar er zijn natuurlijk verschillende journalisten die hier op het ogenblik aan het woord zijn en diverse antwoorden die hier worden gegeven. Omdat het onderzoek niet afgesloten is, maar volledig worden voortgezet. Maar de kosten, dat heeft de minister al gezegd. We moeten even luisteren met een van de antwoorden die nog worden gegeven hier. Hoe hoog kunt u niet zeggen? Ik ga proberen om even met Sietsma te praten.
praten. Ik durf daar niet exact iets over te zeggen, omdat ik de personele kosten in ieder geval niet weet. En die bedragen het hoogste bedrag. En daarnaast zijn er nog... Het gaat nu over de kosten die gemaakt zijn, Harmen. Heb je nog nieuwe dingen gehoord tot nu toe? Maar het loopt erg veel nieuwe details zijn er niet gegeven. De vragen zijn vooral details over het verloop van de dadersanalyse. Ik begrijp dat een van de daders... Ja, het is moeilijk om ertussen te komen. Ja, goed is, het is erg moeilijk, maar ik wil het we hadden afspraken dat we even een vraag mogen stellen. Maar het is natuurlijk logisch dat collega's andere vragen hebben. Ja, daar zijn bepaalde aanwijzingen voor die wij opgestuurd hebben gekregen, die we geanalyseerd hebben. En waar we uiteindelijk tot die slotconclusie gekomen zijn, waar we dat exact het afleiding, ook daar kunnen we geen mededeling over doen. Kan het zijn dat de daders ook politie kunnen afluisteren, net als journalist? Nee, als je bandjes opstuurt, dan kun je dat niet afleiden dat je daar de politie mee kunt afluisteren. Meneer Fietsma, mag ik u een aantal vragen stellen, ook naar aanleiding van de brief die minister Korthals-Altes inmiddels naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin is de minister eigenlijk veel zekerder van het overlijden van de heer Heijn. Wat is uw visie daarop? Zolang wij niet zekerheid hebben en zolang de huidige verblijfplaats van de heer Heijn niet gevonden is, blijft natuurlijk altijd een kleine hoop aanwezig in ons. En ook voor het totale team wat met deze zaak belast is. Maar we zijn ons van bewust dat die kansen erg minimaal zijn. De informatiestop is nu beëindigd. Heeft die informatiestop nu uiteindelijk in het voor- of in het nadeel van de politie en van het onderzoek gewerkt? Dat is op dit moment ook verbazend moeilijk te zeggen. Zolang de ontvoerders nog niet gesproken hebben en wij nog niet weten wat zij tot dusver gedaan hebben, zowel met de heer G.J. Heijn als met het losgeld, is het verbazend moeilijk van mijn analyse te verwachten of de informatiestop een bijdrage heeft geleverd tot deze zaak, of juist de zaak vertraagd heeft of een totale onvoorspelbare wending heeft gegeven die geen van ons allen gewenst zou hebben. Wat betreft nu de beeldvorming van de ontvoerders, u bent al die weken, al die maanden kun je zeggen, met deze zaak bezig geweest. Welk beeld heeft u zelf van deze ontvoerders? Wat voor mensen zijn het nou? Wat stelt u er zichzelf bij voor? Het zijn mensen, en dat heb ik al gememoreerd, die in onze meningen toch een satanische ondertoon hebben gehad in de brieven. En ook een merkwaardig, en niet alleen een gespeeld, maar een heel rigide opstelling hebben gehad om de familie op deze wijze onder druk te zetten. Maar mag ik u wat directer vragen? Als mensen, gewoon uit het publiek, ontvoerders zouden tegenkomen, waar dan ook in een stad, maar u suggereert trouwens misschien wel veel eerder op een verlaten landweg. Waaraan moet je deze mensen dan herkennen? Wat voor punten kunnen er toch zijn waarop je kunt zeggen van nou, hier heb ik mogelijk met de ontvoerders te doen. Ik bedoel, u bent ook bezig een soort van verwarring te stichten. U geeft een signalement, u geeft een daderanalyse waar bij wijze van spreken miljoenen Nederlanders aan kunnen beantwoorden. Wat kan u nou toch verder helpen? U moet wel de combinatie noemen van alle feiten die in opsporing verzocht aan de orde gekomen zijn. Het gaat om de combinatie van de kenmerken die al zodanig naar voren gebracht zijn. En dat is ongeveer hetzelfde, hoe kan ik één persoon uit die 15 miljoen Nederlanders herkennen? Dan gaat het toch om die unieke eigenschappen en die unieke combinatie van die eigenschappen om iemand te kunnen herkennen. Dan wil ik niet zeggen, dat hoort u mij niet zeggen, dat die kenmerken die nu de opsporing verzocht al zodanig naar voren gebracht zijn, dat daaruit één persoon onmiddellijk te herkennen valt. Nee, het zijn alleen maar aanwijzingen die gecombineerd met elkaar ons zouden kunnen helpen om de daders te identificeren. Heel kort, de laatste vraag. Heeft u nog enig idee hoe lang deze zaak nog gaat duren? Nee, dat hebben we niet. We hebben wel een idee dat wij tot het uiterste zullen gaan. Dank u wel. Harmen, tot zover deze rechtstreekse impressie vanaf de persconferentie. Als ik het goed begrepen heb, dan... Tot zover Hugo van Rijn in Bloemendaal. Na 111 dagen ontvoering, nu dus eindelijk openheid met de persconferentie in het stadhuis van Bloemendaal, een reportage van Willem Bembo. De weg langs het gemeentehuis in Bloemendaal is drukker dan normaal. Veel mensen proberen een glimp op te vangen van de activiteiten van pers en politie. Binnen verdringen de fotografen zich rond de sprekerstafel.
Opsporingsfoto's en speeches zijn tevoren door de politie uitgedeeld. Vanmorgen om 10 uur begonnen de technische voorbereidingen al voor deze persconferentie. In korte tijd is de centrale hal van het gemeentehuis tot tv-studio omgebouwd. Bij de woning van de heer Gerrit-Jan Heijn iets verderop is het rustig, zelfs fotografen ontbreken. Het Haarlems Dagblad draait in hoog tempo de edities met een extra bijlage over de ontvoering. Veel nieuws is er niet. De trouwzaal van het gemeentehuis van Bloemendaal is tijdelijk onderkomen van de ANP-redactie. Een trouwpartij moet daarom uitwijken naar de eerste etage. Het gemeentehuis is er voor iedereen. En er is, voordat u van plan was op 28 december te gaan trouwen, is er nog een bijeenkomst hier, een internationale bijeenkomst van journalisten voor de heer Heijn. Helaas, wat een verdriet, wat eenzaam. En wat geweldig hier dit gebeuren. Wat veel plezier, wat veel geluk. Tegen drieën komt de woordvoerder van het Ahold-concern aan. Dus we hopen dat er een hele hoop tips zullen gaan komen, waardoor we de boeven kunnen pakken en waarschijnlijk ook de verblijfplaats van de heer Heijn kunnen vinden. Het Haarlems Dagblad bezorgt inmiddels een extra pakket kranten bij het gemeentehuis. Moeten de mensen ervoor betalen of worden ze gratis uitgereikt? Deze is gratis voor de mensen die hier zo komen. Dus die kunnen ze er wel uit halen. Met wat voor gevoel gaat u nou zo'n persconferentie in? Ik ga met een triest gevoel de persconferentie in. Ik ga er triest in omdat we ten eerste als politie en justitie de heer Gerrit-Jan Heijn nog niet terug hebben gevonden. En ja, dan is het geen successtory die je maakt. Daar moet ik eerlijk in zijn. Om 4 uur precies begint de persconferentie. De Albert Heijn supermarkt in Bloemendaal heeft op dat moment geen klanten. De NOS komt met een uitgebreide samenvatting van de persconferentie om 17:50 op het andere net. En dan nu het overige nieuws. De val van de dollar lijkt nog steeds onstuitbaar. In Amsterdam raakte de Amerikaanse munt vandaag ruim 3 cent kwijt en werd de middenkoers vastgesteld op 1,80 gulden. In de vroege handel was de dollar zelfs even onder de psychologische grens van 1,80 gulden gedoken, maar hij trok later weer iets aan. De voortgaande waardevermindering tekende zich het kerstweekende al af in Tokio, waar valutahandelaren meer verkoop- dan koopopdrachten kregen. De financiële wereld voorziet nog lang geen einde aan de val van de dollar. Een koers van 1,70 of zelfs lager wordt voor de komende maand niet uitgesloten. Duizenden Nederlanders hebben vandaag het condoleanceregister getekend voor oud-premier Joop den Uyl. Dat gebeurde op tientallen plaatsen in het land, waaronder ook Amsterdam, waar den Uyl woonde en in de jaren 60 actief was als raadslid en wethouder. Veel mensen zijn getroffen door het overlijden van Joop den Uyl. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben zelf een dochter verloren van 28, maar dit is ook verschrikkelijk. Het is iets afschuwelijks. Ik heb er geen woorden voor. Woensdag is er in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een herdenkingsbijeenkomst. Het weer tot slot. In ons land verandert er weinig de komende 24 uur. Vooral vannacht kan er wat lichte regen of motregen vallen, hoofdzakelijk in het noorden. Mogelijk dat morgen de zon zich af en toe laat.